Welkom bij Spiritualiteit en Olie. En vandaag gaan we het hebben over de tweede zuil. Tijdens de eerste zuil hebben we gekeken naar wat overtuigingen met onszelf kunnen doen. En deze keer nemen we het een stapje verder en gaan we kijken wat de tweede zuil voor jou in petto heeft. En die tweede zuil, daar gaan we het hebben over zichtbaarheid. Want ja, als wij ons licht willen laten schijnen op de buitenwereld, het zij via je business of het zij via jezelf als persoon, dan zullen we toch zichtbaar mogen worden. Dus vandaag de tweede zuil. Mijn naam is Danielle Fransen en al mijn filmpjes kun je ook altijd terug bekijken op YouTube. Je kunt je simpel abonneren, dan mis je niks. Klik je op dat belletje, je weet inmiddels wel hoe dat gaat. De tweede zuil, zichtbaarheid. En in deze zuil komen de oliën Valor, Joy en White Angelica aan bod. Deze oliën zullen je ondersteunen bij het zichtbaar mogen worden. Zichtbaarheid. Pas wanneer wij door anderen gezien worden, als we even denken vanuit onze business, bijvoorbeeld op social media, misschien wel op een podium, misschien wel een bijeenkomst die jij organiseert, op het voetbalveld, in de paardenstal, er kan succes ontstaan. Want zichtbaarheid is eigenlijk al succes op zich. Wanneer mensen naar jou luisteren, jouw verhaal horen, is dat eigenlijk al een succesverhaal. Oké, we hebben dus in de eerste zuil oude patronen losgelaten en we hebben nieuwe overtuigingen gecreëerd. Deze nieuwe overtuigingen zijn helemaal in ons lijf geworteld. Ja, het past nou echt bij ons en het voelt heel erg goed. We hebben dat gedaan door elke olie van de eerste zuil een dikke week te gebruiken, minimaal 2 keer per dag. Dus we stromen door in deze tweede zuil, nu niet over overtuigingen, maar over zichtbaarheid. En ook nu is mijn advies om elke olie ongeveer 7 dagen, maar ook wel iets langer als je wilt, te gaan gebruiken. Als we dus onze oude patronen hebben losgelaten en we hebben onze nieuwe overtuigingen goed verankerd in onszelf, dan wordt het voor ons ook makkelijker om ons aan de buitenwereld te laten zien. Want we hebben die oude ballast niet meer bij ons. En te laten zien wie we zijn en wat we te bieden hebben, dat is altijd waar het om draait. Als wij een business hebben waarbij we producten verkopen, geloof mij, iedere keer iemand een productje laten zien, een mooi etiketje, dat gaat hem niet worden. Vertel je verhaal erbij, vertel je verhaal erachter en laat merken dat het jou goed doet. Dat is natuurlijk ook heel oprecht. We gaan kijken. Zichtbaarheid. Want meestal is het dus zo dat we onszelf wel willen laten zien, maar we maken eigenlijk daarbij ook gebruik van specifieke strategieën. Het zit allemaal in je onderbewustzijn, hè? Die ons elke keer weer willen beschermen. Maar daardoor komen we eigenlijk niet vooruit. Door die bescherming laten we onze snuit niet zien op social media bijvoorbeeld. En de oliën die wij hier aan bod laten komen bij het onderwerp zichtbaarheid. Hier zie je ze beneden. De Valor, de Joy en de White Angelica. Die beschermende strategieën kunnen bijvoorbeeld ervoor zorgen dat we ons dus liever niet laten zien. We zijn bang dat het misschien duidelijk wordt dat we toch niet goed genoeg zijn. Of dat we onszelf liever niet laten zien, omdat mensen dan kunnen zien dat we niet perfect zijn. Al dat soort dingetjes noem ik dan verborgen strategieën. Specifieke strategieën. Nou, in elk geval, ze willen ons beschermen, maar daarmee komen wij dus uiteindelijk niet vooruit.
De veiler is dan de eerste olie die jou kan helpen hier met dat zichtbaar worden. Die veiler, die is ja een super olie, een hele krachtige olie. Een veiler, we gaan eens even kijken. Veiler helpt je namelijk, want weet dat het doen belangrijker is dan perfectie. Dus we zullen een aantal van onze beschermende strategieën los mogen gaan laten. En dat gaan we doen doordat de trilling van Vela ons daarbij helpt. Want wij mogen de moed hebben om ons te laten zien. Wij mogen de moed hebben om voor die camera te gaan staan. En wij mogen de moed hebben om bijvoorbeeld een berichtje te schrijven. De olie die je dus hierbij helpt om je rug recht te houden, je moed en kracht te geven, die jij dus nodig hebt om jezelf te zijn. Hè? Denk erom, het gaat erom wat jij van een product bijvoorbeeld vindt, hoe jij dat ervaren hebt en niet wat dat mooie blinkende etiketje zeg maar zo uitstraalt. Het gaat echt om wat jij ervan vindt en wat jouw ervaringen zijn. Maar ja, goed, die kun je dus pas gaan delen als je de moed verzameld hebt om het te doen. En dat doen is dus veel belangrijker dan dat het perfect gaat. Bij mij gaat er zoveel mis, je wilt het niet weten. Hoe vaak ik mij wel niet verspreek, hoe vaak ik wel niet in de lach schiet, hoe vaak ik wel niet plotseling moet hoesten of wat dan ook. Al mijn filmpjes zijn nooit perfect. En dat is helemaal prima zo. Want dat is wie ik ben. En dat is zoals ik altijd zal zijn. Ook als je me ergens tegen zou komen, ben ik nog steeds dezelfde. Maar die veiler geeft ons dus wel een beetje ruggengraat, zou ik zo zeggen. Goed je rug recht en dan ga ervoor. En als je het een beetje akelig vindt, door meteen live te gaan op Facebook of YouTube of Instagram of welk social media dan ook, dan oefen even. Er bestaat een heel mooi iets en dat heet Zoom Call. En ik ga hier nou echt niet allemaal reclame zitten maken voor alles. Maar daar kun je jezelf gewoon even mee opnemen. Dat kan met andere dingen ook. Is ook helemaal prima. En dan neem je jezelf op en dan kijk je eens een paar keer naar jezelf. En één dingetje, één tipje wil ik je geven. Je weet waar daar dat lampje brandt. Hè? Nou, kijk dan maar gewoon naar dat lampje. Dan zit het helemaal goed. Dat is mijn tip. Heb ik mogen leren, want het zag er echt een beetje raar uit dat ik altijd ergens anders heen aan het kijken was, terwijl ik nu gewoon gezellig met jullie aan het kletsen ben. De veiler. Je rug recht, kracht, moed. Ik zou zelfs nog zeggen doorzettingsvermogen. De joy is een tweede olie die je kunt gebruiken in het proces van zichtbaarheid. Want als we elke morgen, maar ook zeker tussendoor, joy op ons hart aanbrengen, kan dat ons hart gaan openen. Ons hart krijgt ruimte om zich te openen. De geur, de frequentie van de joy helpt ons heel mooi om dat te openen. Joy helpt ons dus daarmee, oh, dat is heel belangrijk. Wanneer je je hart geopend hebt, dan lukt het je ook om als vanzelf, dus bijna zonder moeite, precies die mensen aan te trekken die op jouw level zitten, die op diezelfde frequentie zitten. En dat zijn dan ook die mensen die je graag tegenkomt. Dat zijn de mensen die aan de voetballijn een praatje met je maken. Dat zijn de mensen die je filmpjes bekijken, die je berichtjes lezen. Dat zijn de mensen die met jou het gesprek aangaan of die naar jou gaan luisteren. Al die andere mensen, die kosten vreselijk veel energie. Dan zijn vaak teleurstellend, maar dat kan ook niet anders, want die zitten op een hele andere frequentie, die zitten op een heel ander level. Dus open je hart met de joy, een aantal keren per dag gebruiken, zodat dat mooi open blijft gaan, die energie. Zodat je precies de juiste mensen gaat aantrekken, want jij gaat die trilling uitstralen en dan komt die trilling ook bij je terug, zodat je gelijkgestemde mensen om je heen gaat krijgen. Moet je die nog in alle hoekjes en gaatjes gaan zoeken?
Nee, het enige wat je nodig hebt is het flesje Joy. Net je 7 maanden, of 7 maanden, 7 dagen gaan gebruiken. En dan zul je zien dat je jezelf ook anders gaat voelen. En doordat je je anders gaat voelen, ga je ook andere mensen tegenkomen. Ga je zelf anders reageren op bepaalde situaties. Waardoor het eigenlijk allemaal ten goede mag veranderen. De mensen dus met diezelfde golflengte. Die horen dus in je leven thuis. En hierdoor ontwikkelen we een prachtige groep gelijkgestemde mensen om je heen. En dat is het dan ook, hè. Als je meteen voelt, boem, je praat tegen een of andere muur, dan stop maar daarmee. Dat kost alleen maar vreselijk veel energie. Dus mensen constant willen overtuigen, ja, maar mijn dingetje hier is goed voor zus en zo. En jij hebt dat nodig. En. Dat gaat hem niet worden. Het gaat hem echt niet worden. Mensen komen naar jou toe omdat ze zich tot jou aangetrokken voelen. En waarom voelen ze zich tot jou aangetrokken? Omdat ze ergens in iets, in jouw manier van doen of jouw manier van praten, dat ze zichzelf ergens kunnen herkennen. En dat roept herkenning op. En herkenning, dat is altijd mooi, want dan zit je op dezelfde level. Dus mijn advies voor jou, ga de joy lekker wrijven op je hart. Een aantal keertjes, misschien zeg je wel, ik doe het in de ochtend, de middag en de avond. Het is helemaal goed. De verandering mag dan komen. Dan hebben we nog de White Angelica. White Angelica hoort absoluut ook bij zichtbaarheid. White Angelica, want ook al is het moeilijk om jezelf te laten zien zoals we zijn, het voelt een stukje veiliger door de ondersteuning of de bescherming die de White Angelica ons mag brengen. Zeker als je iets nieuws gaat doen, zeker als je een nieuwe stap gaat zetten, zeker wanneer je ervoor gaat kiezen om filmpjes te maken op social media, zeker wanneer je je stem gaat laten horen aan de wereld om je heen. Wanneer je een bijeenkomst hebt, wanneer er mensen bij jou komen of jij gaat naar mensen toe en je gaat daar eens even kletsen over de producten die voor jou belangrijk zijn, dan is White Angelica een hele mooie trilling, een mooie olie om te gebruiken. Om je even lekker veilig in een bubbeltje te zetten. En je zult ook merken, hè, wanneer je het eenmaal gedaan hebt, valt het vaak reuze mee achteraf. En dat is met alles wat nieuw is. Maar zonder zichtbaarheid kan niemand jouw stem horen, kan niemand je zien, kan niemand naar je luisteren wat jij te vertellen hebt. Welke positieve ervaringen dat jij hebt opgedaan. Dus zonder zichtbaarheid zal jouw business echt helemaal niks doen. Noppes. Niemand weet dat je er immers bent. Dus die zichtbaarheid is heel belangrijk. Zichtbaarheid in de vorm van alleen maar productplaatjes. Ja, dat is leuk, maar dat is dus niet echt zichtbaar zijn. Het gaat erom dat jij zichtbaar bent. De hele jij zoals je bent. En jij bent prima zoals je bent. Alleen de ene persoon vindt het wat makkelijker om zichtbaar te zijn dan de andere persoon. En dat is helemaal prima. En daarom kunnen wij ook heel mooi de trillingen van deze oliën gebruiken om ons te ondersteunen hierin. Nou, bij de White Angelica kun je die olie dus bijvoorbeeld in je aura zetten. En kun je ervaren hoe dat aanvoelt. Nou, aan je aura zetten, dat klinkt alweer zo akelig of moeilijk. Maar dat is het echt niet. We hebben allemaal een energieveld om ons heen. Of we het leuk vinden of niet. Of je spiriwiri bent of niet. We hebben allemaal een energieveld om ons heen, want alles is energie. En als je het niet gelooft, nou dan denk maar eens eraan. Je hebt vast ook wel eens meegemaakt dat je ergens bent, of je hebt het gehoord of gezien, wanneer je bijvoorbeeld van die mensen hebt die katten niet zo leuk vinden. Die een poes niet erg aangenaam vinden, die een kat erg onbetrouwbaar vinden, of whatever. Je hebt van die mensen die vinden katten niet zo leuk. Nou, heb je vast wel eens gehoord of ervaren dat de kat dan net naar die mensen toe gaat? Net naar die mensen die eigenlijk niet zo'n fan zijn van een kat. Nou,
Dat heeft te maken met de energie die jij uitstraalt. Die kat die voelt dus heel goed aan. Nou, dat je hem wel met rust zult laten. Want jij bent er niet zo fan van. Dus dat is een van een klein voorbeeldje dat voor velen van ons wel herkenbaar zijn. Hè? En sommigen van jullie hebben een hond, een kat, een paard, een kip, een weet ik wat dat we allemaal thuis kunnen hebben. Maar onze dieren voelen heel goed aan hoe het met ons gaat. Dus dat energieveld hebben wij nou eenmaal. In die aura zetten, dus in dat energieveld zetten, is niet moeilijk. Je pakt je olie. Druppeltje op je handen, je wrijft 3 keer met je klok mee, je ruikt en je strijkt af. Je strijkt zo langs je af. Nog makkelijker is het wanneer jij een sprayflesje maakt. Hè? Gewoon een simpel flesje, daar doe je wat water in, daar doe je een paar druppeltjes in. En je spreekt dat zo lekker om je heen en je hebt het in je aura gezet. Dus moeilijk is het absoluut niet. Waardevol, zeer zeker, want het geeft je een bescherming. De trilling van die olie zit nou helemaal om jou heen. Zit dus tussen jou en de ander in. Waardoor het misschien wel een beetje makkelijker voor je wordt om toch dat filmpje te maken. Om toch op YouTube iets te zetten. Of op Facebook of op Instagram. In ieder geval dus een beetje een bewegend beeld met geluid erbij. Waardoor mensen jou kunnen horen en zien. Dat is echt een hele goede afwisseling tussen die standaard plaatjes die we maar allemaal delen. Ja, voor mij is het heel duidelijk. Als ik naar een... wat zullen we zeggen? Naar een... Ik ga eens heel super deluxe doen. Naar een autodealer gaan. Nou, dat kan ik je vertellen. Ik ben dus zo'n persoon. Ik heb een gloeiende hekel aan verkoopspraatjes. Ja, ik heb daar een hekel aan. Wat gebeurt er dan? De eerste verkoper die op je afgerend komt, want ze willen allemaal al die snufjes vertellen van die auto. Luister, ik heb mijn White Angelica om me heen, hè? Dus ik heb die barrière gemaakt, hè? Waardoor ik mij dus sterker voel. Ik kan daardoor dus goed mijn grens aangeven. Ik zeg dus meteen, ho, stop, tot hier en niet verder. En meneer, ik moet u heel even waarschuwen, ik ben iemand die heeft een gruwelijke hekel aan verkoopspraatjes. Dus als u mijn auto wilt verkopen, dan zult u op mijn level moeten praten met mij. En niet over alle snik, snak, weet ik wat voor blinkende onderdelen er aan een auto kunnen zitten. Want dat boeit mij dus helemaal niet. Elke auto die ik gehad en die ik heb, komt toch altijd onder de modder, altijd onder de blubber. Allegaal wat. Dus al die toestanden zijn voor mij totaal onbelangrijk. En als die dan ook nog begint over al die futuristische knopjes en alle gadget. Nou, dan is zo'n verkoper mij dus kwijt. Want hij praat niet op mijn level. Hij praat niet op mijn frequentie. Dus ik kan dat heel goed met mijn bescherming van de White Angelica. Ik zeg dus ook echt tegen zo'n verkoper. En dit is de voorbeeld. Zo was het gegaan toen ik mijn auto ging kopen. Maar dat doe ik ook in andere winkels, allegaal ook waar. Je moet me ook niet bellen via de telefoon om iets te verkopen, moet ik ook niks van weten. Ik geef dat dus heel duidelijk aan, tot hier en niet verder. Ik zou haast zeggen, praat tegen mijn poot, want ik luister niet meer. Dan loop je bij mij echt tegen die muur op en kies een frequentie die bij mij past. Dus in dit geval van de auto praatte hij uiteindelijk niet meer over sneak-snack en whatever. Ik had al 3 keer met mijn ogen gerold. Ik zeg, nou is het klaar. Ik zeg, vertel me gewoon met die auto wat die kan. Bij mij zijn een aantal dingen heel belangrijk. Dat is multifunctionaliteit. Hij moet alles kunnen doen wat ik ermee wil. Ik wil een caravan trekken, een paardentrailer trekken. Ik wil de fiets van de jongen uit de school kunnen halen. Weet ik wat ik allemaal moet. Dat is voor mij belangrijk. Ik wil gewoon mijn boodschappen kunnen doen. Dus zo'n kippig klein autootje is aan mij niet besteed, want het past niet bij mij. Het hoort niet bij mijn frequentie. En toen die meneer dat gesnapt heeft, toen hebben wij een heel normaal gesprek gehad. Want het maakt mij echt niet uit of die auto blauw, rood, pimpel, paars is. Dat interesseert me niks wat daarmee gebeurt. Dus ik wil alleen weten, is die stevig? Is die sterk? Is die veilig? Is die goed voor het milieu?
That's it. Dat zijn daar zaken die zijn voor mij belangrijk. En hoe meer jij zichtbaar gaat worden, hoe meer het jou gaat lukken om af te stemmen op mensen die bij jou zijn. En dat is heel belangrijk. Jij gaat dat ook voelen. Je gaat die fine-tuning, ga jij als vanzelf ervaren en gebruiken. Doordat je ook gebruik maakt van deze oliën, die als een hoge trilling hebben, zijn ze zeer beschermend voor ons. Dus start met de veiler. De veiler geeft je moed. De veiler geeft je durf. En ga oefenen. Start met oefenen als je het niet durft. Neem het maar gewoon op. Je kunt het gewoon weer wegwissen. En je merkt het aan mij. Ook mijn filmpjes zijn zeker niet perfect te noemen. En dat hoeft ook niet. Dus met die veiler voel je je gesterkt. Waardoor je dus ook al die onzekerheidjes nog even los kunt laten. Daarna gebruik je de joy. De joy om ons hart te kunnen openen. Zodat ook mensen die gelijkgestemd zijn op ons pad kunnen komen. Die komen anders niet om ons pad. Je krijgt dan allemaal van die rare frequenties op je pad. Daar kun je niet mee matchen. Als jij een avondje, middagje, ochtendje organiseert. Om met een paar dames wat producten te bekijken bijvoorbeeld, dan tune je eigenlijk in op wat voor hun interessant is. Als er iemand zit die daar pas een baby heeft gekregen, dan praat je niet over het anti-rimpel-effect ergens van. Nee, dan praat je over die schattige lieve baby en hoe je die baby kunt ondersteunen als hij bijvoorbeeld veel moet huilen en als hij zich bijvoorbeeld niet helemaal lekker voelt of wat dan ook. Dan praat je daarover. Net zoals dat die verkoper met mij niet met die weet ik wat voor praatjes allemaal aan moet komen. Dat is voor mij helemaal niet belangrijk, maar praat je met mij over de multifunctionaliteit van een voertuig, nou dan heb je me te pakken, want ik wil gewoon weten wat kan ik met dat ding. Een auto is voor mij geen statussymbool, dus het is gewoon een praktisch iets. Nou, jouw groepje met mensen die jij voor jou hebt zitten tijdens zo'n introductie van producten, die hebben zo ook allemaal hun eigen frequentie, hun eigen dingetjes die ze belangrijk vinden. En als jij je hart hebt geopend met de joy, kun je dat ook oppikken. Als daar een dametje zit die helemaal dol is op haar chihuahua hondje. Nou, dan begin je zo'n gesprekje bijvoorbeeld over dat hondje. Want dat is voor die mevrouw heel belangrijk. Dat is helemaal prima. En op die manier kun je het ijs een beetje breken. En dan kun je die mensen, die gaan zich als vanzelf ook een beetje openen naar jou toe. En dan kun je ze ook alle adviezen en antwoorden geven of informatie geven. Want ze staan daarvoor open. Hun hart is dan ook geopend, die jouwe ook. Dus die joy is heel belangrijk. Dus niet alleen maar denken, ja, maar ik heb daadkracht nodig en ik heb lef nodig en ik heb moed nodig. Want ik ben bang voor dit en ik ben bang voor dat. En stel je eens voor dat Pietje van Marietje van Jantje op de hoek mijn filmpje ergens leest. Leest. Heb je alweer zo'n foutje? Bekijkt. Of jouw informatie leest die jij hebt gedeeld. Jeetje zeg. Maar gebruik jij keurig de oliën. Van de eerste zuil doorlopend naar de tweede zuil. En strakjes de derde en dan de vierde zuil. Dan merk je dat de complete cirkel rond is. En dat je het heus wel kunt. Je kunt het absoluut, maar het zit hem vaak in die belemmerende overtuigingen. Of in de beschermende tactieken die wij mensen hebben. En als we die kunnen overwinnen met de veiler en de joy en de white angelica, dan komt die zichtbaarheid gewoon vanzelf. En ik kan je beloven, het wordt dan ook nog wel leuk. Het gaat dan ook nog leuk worden. Dus die white angelica, gewoon gebruiken. Maak een spreetje ervan en maak een rollertje ervan. Jullie weten allemaal hoe het moet. En als je het niet weet, nou dan laat je mij maar weten en dan leg ik het nog eens uit. Stop in je diffuser. Als jij die informatiebijeenkomst hebt, stop de white angelica in de diffuser. De trilling in de hele ruimte is veranderd. Helemaal fijn, helemaal prima. Want het allerbelangrijkste is dat jij je happy voelt, dat je je veilig voelt, dat je nerveus bent. Dat is heel normaal, hè? Je moet niet denken dat ik niet nerveus kan zijn, hè? Ben ik hartstikke. Maar als je helemaal bezig bent en je voelt je veilig bij jezelf, dan lukt het je ook om jezelf zichtbaar te maken. Dus deze tweede zuil ging over Veiler, Joy en White Angelica. Ging over zichtbaarheid.
Even terug. Hè. Hoe gebruikte je al deze oliën? Gebruik ze 7 dagen, misschien wel 10 dagen. 10 dagen heb je wel goed de maand rond. Kun je dan door naar de derde zuil. 7 of 10 dagen. Kijk even wat voor jou prettig voelt. Gebruik ze gewoon in je diffuser. Laat het lekker verstuiven. Gebruik ze eventueel in een aura spray. De joy lekker op je hart wrijven. De valer is misschien ook heel fijn om bij het opstaan onder je voetzolen te doen. En de White Angelica echt wel bij je hebben als spreetje gewoon standaard in je tas. En in de diffuser. En in de diffuser zijn ze allemaal hartstikke prima te gebruiken. Ga ermee aan de slag. Doe er je voordeel mee. En dan zal ik zeggen, bedank ik je enorm voor het kijken naar deze tweede zelf.